de voorbereiding op wat een hele mooie wedstrijd zou kunnen worden, is natuurlijk overschaduwd door al de in verband met de rode kaas voor Ruslan Malinowski. Hoe ga jij daarmee om? Hoe gaat de groep daarmee om? Ik probeer dat zoveel mogelijk van de groep weg te houden, want uh, ja, dat leidt alleen maar de aandacht af van het sportieve. En, en dat is onze, onze taak, hè, om het sportief zo goed mogelijk te doen en, en klaar te zijn voor die ongelooflijk fantastische match waar iedereen naar uitkijkt, tegen de twee beste ploegen van het land van dit seizoen. Dus ja, het is heel spijtig. Overal waar ik kom, iedereen die met mij praat, is alleen maar over het Malinowski-verhaal bezig. En ja, uiteindelijk moet je er eerlijk in zijn: eigenlijk had dat nooit geen verhaal mogen zijn. Je gaat mee met hem naar de geschillencommissie. Waarom doe je dat? Als steun naar hem toe en ook omdat ik wil, wil zien op welke manier dat zulke beslissingen worden genomen. Ook. Ik heb er geen ervaring mee, ik ben daar nog nooit niet geweest. Dus uh, ik vind het ook eens interessant om te zien. Uh, hoe dat toch zulke superbelangrijke beslissingen worden genomen. Je zegt het al, ja, de wedstrijd tussen de nummers 1 en 2, de best voetballende ploegen van, van het seizoen. Ja, wat verwacht je ervan? Een heel goede match. Met twee ploegen waar daar heel veel kwaliteit op het veld staat, maar ook mentaliteit. Twee ploegen die willen winnen. Dat verwacht ik toch. Ik denk niet dat Brugge naar hier gaat komen om alleen voor een punt te spelen. Wij willen ook altijd winnen. Zowel thuis als uit mijn vol stadion, met de supporters volledig achter ons. Dus dat zijn de momenten dat ik spijt heb dat ik trainer ben en geen speelder meer. Ik zou het nog veel liever op het veld staan zijn. In Brugge roepen ze nu hardop dat ze titelfavoriet zijn. Jij zegt, wij zijn titelkandidaat. Ja, die nuance, hoe belangrijk is die? Niet belangrijk, want dat zijn woorden. Het gaat over de daden op het veld. En zoals ik gezegd heb, wij gaan ons veld heel duur verkopen. Maar het is logisch dat zij favoriet zijn als je een budget hebt dat het twee keer en half zo groot is als dat van, van Racing Genk, als al die spelers fit zijn, uh, als die goede vorm tonen. Lijkt me logisch ook dat, dat Brugge favoriet het is, ook om willen dat ze veel meer ervaring hebben uh, met deze situatie. Ze hebben een uh, een heel, ja, een heel geraamte in de ploeg die dit al voor de vierde of vijfde keer doet voor dit al spelen in die play-offs. En zij hebben ook al hun fouten gemaakt in het verleden. Wij zitten met een jonge groep waar dat de eerste keer voor het geval is. Daarom vind ik hen ook eerder favoriet aan ons. Als ze iets willen komen halen, dan gaan ze er wel voor moeten vechten, heb ik de indruk. Uiteraard. Hè, die reputatie heeft de groep opgebouwd in het voorbije anderhalf jaar. Daarom staan we ook op die eerste plaats. En wij gaan alles doen om die punten thuis te houden. En om onze sporters weer verder te verwinnen zoals de spelers de voorbije maanden al dikwijls gedaan hebben.